Nou, Leon. Tot onze grote verbazing. Oh, dat is mooi. Ja. Elkaar. Dat is nog. Nog mooier dan Marseille en Bordeaux. Het is al een keer weer anders, hè? Het is niet met elkaar. Ik kan het ook vergelijken, maar dat moet je niet doen. Nee. Nee, maar dit heeft iets als, het heeft iets van Florence. Ja. Ook die hoge. Zijn we daar geweest? Ja, je bent er doorheen gereden een keer. Langs de Duomo, terwijl de politie ons stond. Moest het niet op te wachten? Hou rechts aan. Hou rechts aan? Ja, je moet die brug halen. Ah, oké. Okay. Deze brug rechts. Nee, volgende. Ja. Ik heb al een beetje sukkel, hè? Over 200 meter sla rechtsaf naar Pont Alphonse Juin, Pont Maréchal Juin. Gelukkig dat ik bij de les ben. Pont Chaluet, Pont Chaluet. Gezellig, hè? Ja. Het is ook allemaal echt een beetje rauw. Sla rechtsaf naar Pont Alphonse Juin, Pont Maréchal Juin. Kijk, de zon breekt door. Ik zit natuurlijk aan de verkeerde kant van de stad, zeker. Hou links aan en rijd door op de helemaal qua gevoel. Kijk, wat mooi allemaal. Ja. Ja, zoals de nieuwbouw is een beetje in die stijl. Over 200 meter sla linksaf naar Rue du Président Édouard Herriot. Herriot. Oh, daar zou ook zijn. Jezus, wat een leuke stad. Wie? Sla linksaf naar Rue du Président Édouard Herriot. Wie zou dat zeggen? Nee, dat zeg ik gewoon. Ja. Niet President Herriot. Oh, hier moest je nee, ik zag je moest naar links. Over 300 meter sla rechtsaf naar Cajou Bourmont, worden naar A6 Paris. Oh. Hier zijn we net geweest. Ja. Wat kan moeten we op? Ja, zo. Sla rechtsaf rechts naar Cajou Bourmont, worden naar A6 Paris en keer op bij Rue du President Carnot. Hier? Hier meteen naar links. Bij nee. President Carnot. Het is groen. Oh nee, het is rood. Over 400 meter, hou links aan en blijf op Cajou Moulin. Nou, doe maar. Ik had daar gewoon naar links kunnen gaan. Nee joh! Wat doe je? Wat ga je doen? Hier zo. Gewoon zo. Jezus Christus. En dan invoegen? Dat mocht helemaal niet. Dat mocht wel. Nee. Maar ja. Waar komt al het verkeer nou ineens vandaan trouwens? Hou links aan en blijf op Cajou Moulin. Knippen we er wel even uit. Volgens mij was het oranje, toch?